Dan zien we na die wedstrijd van net tegen Shakhtar hier ook een bericht. Van Hanegem is boos naar hoe wij voor de wedstrijd hebben gesproken over Feyenoord. Yo gasten, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van de FIFA 22 Ajax Career Mode. We gaan weer door, we gaan weer verder. We hebben een lekker maandje op het programma. Willem II is een competitiewedstrijd die op het programma staat. We zien ook twee Champions League wedstrijden. En dat zijn de twee potten die ik ga spelen. En misschien ook maar uit tegen Heerenveen. Maar dat moet ik nog even kijken. Weet ik nog niet zeker. Ligt er een beetje aan hoe we zien dat de resultaten gaan. En ik ben hier nu even bij onze scoutafdeling. Of het personeelafdeling, het scoutnetwerkje. Dat is de juiste naam, het staat er nog boven namelijk ook. En ik heb deze guy hier nu nieuw bijgenomen. Die hadden we nog niet. Deze hadden we al wel. Maar ik wil eigenlijk gewoon alles naar 5-ster expertise op zijn minst. Deze man kunnen we dus nu wel een nieuw opdrachtje geven. Ik ga hem scouten naar, we zijn Alvarez verloren, onze Mexicaanse slager. Dus laten we eens kijken of we een nieuwe Mexicaanse verdediger kunnen vinden die op een mooi niveau mee kan. Dus dat gaan we hier doen. En deze Hongaarse scout, die gaan we dus ontslaan. En gaan we eens kijken of we een nieuwe kunnen vinden met 5-ster expertise. En dan kunnen we een Belg, Nolan Nijs. Zo, die hebben we ook aangenomen. En weet je wat? Laten we onze Belgische vriend gewoon ook even in België gaan zetten dan. Dat doe ik bijna nooit, België. Ah, soms. Maar meestal kom ik toch uit bij Argentinië, Brazilië. Gewoon de buitenlandse plekken waar Ajax tegenwoordig hun talenten vandaan haalt, zeg maar. Maar Ajax heeft ook altijd wel goede Belgen gehad. Vertongen, al de wereld zijn de eerste twee die even in me opkomen. Dus ik wil een nieuwe Belg hebben en we gaan zeggen 3 maanden... Laten we dit ook even verdedigers doen. Want we zaten daar zo krap mee. Even wat frisse nieuwe verdedigers. En dan rest ons nu maar 1 ding op. En dat is gewoon simmen tot de volgende pot. En kijken of er nog wat gaat gebeuren. Misschien horen we al wat van Martinez. Of van City wat betreft dat transfer momentje. Wat er op het einde van de vorige aflevering bij kwam. Wie weet krijgen we er antwoord op. Misschien een nieuwe bot. Who knows, we gaan erachter komen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als dat het geval is, drop dan alvast een duimpje omhoog. Dat zou ik zeer waarderen. En dan gaan we nu gewoon lekker gauw verder. En dan zien we hier FC Metz wil Schuurs huren. Voor de korte termijn, maar Schuurs gaat nu bij ons juist weer meer kansen krijgen. Dus dat houden we lekker hier. En nou ik het toch heb over kansen. Wat ik nog niet heb gedaan is de doelstellingen en uitdagingen van dit seizoen bespreken. Dus ik vind dat het moment wel om dat nu even gauw te gaan doen. Nou, hier zijn die doelstellingen en uitdagingen. En ik ga gewoon van boven naar beneden beginnen. Het is natuurlijk allereerst gewoon win alle prijzen in Nederland. En haal de halve finale van de Champions League. Vorig seizoen was de kwartfinale, toen haalden we de halve finale. Dus we hebben dat doelstellingje even opgekrikt nu. Dit jaar willen we gewoon weer de halve finale halen. Score 18 competitieve doelpunten met Dolberg. Haller had er vorig seizoen eentje van 25. Bij lange na niet gehaald. Ik denk nu iets voorzichtiger, maar nog wel een mooi aantal. 18 doelpunten voor Dolberg en hij is op een vliegende start bezig dit seizoen. Staat op het moment al op 6 van de 18. Dan onze jeugddoelman Mikkelsen. De uitdaging is om hem minstens 15 keer te laten spelen. We hebben er eentje voor Jan Vertonghen. De comeback van Jan. Speel Vertonghen in alle bekerwedstrijden en win deze. Ja, dat is natuurlijk het plan wat moet gebeuren als we ook de beker willen winnen. En dat is toch wel mooi. Iets voor onze goede oude Jan. Even een mooi prijsje meepakken. Dan de challenge, het keerpunt van Ihattaren. Ihattaren na een beetje ruige start van zijn carrière. Ik bedoel, hij zit eigenlijk nog bij de start, is nog hartstikke jong. Maar gewoon niet echt de juiste keuzes gemaakt. Gaan wij proberen op te pakken en te reviven. Wij willen hem dit seizoen minstens 25 wedstrijden gaan spelen. En dit geldt trouwens voor Mikkelsen en Ihattaren. Beide onder spelen valt een invalbeurt of de basis, dan is dat maar even duidelijk. Verder zien we ook staan, laat gedurende het seizoen minstens 2 jeugdspelers doorstromen en speel ze in minstens 6 wedstrijden. Nou, dat moet wel lukken. Helemaal wil ik de jeugdspelers dan gewoon ook in de beker laten gaan spelen. En dan onderaan zien we nog eentje die nooit zal verdwijnen. Contracteer alleen jeugdspelers met een minimale transferwaarde van 1 miljoen. Dat waren de uitdagingen en de doelstellingen. Gaan we nou verder. Ondertussen zien we nu ook een bericht van Martinez.
onze man die in de transferbelangstelling staat van Manchester City, zegt dat hij dit seizoen nu wel gewoon bij Ajax wil gaan afmaken. Had Manchester City zeg maar eerder moeten melden, hadden ze hem dit seizoen willen hebben. Hij vindt het niet netjes om midden in het seizoen te gaan vertrekken. Na het seizoen ziet hij dan wel weer verder, maar dit seizoen blijven we hem dus lekker behouden in Amsterdam. Bergwijn heeft hier zijn ontwikkelingsplan volbracht naar links middenveld, of naar linker vleugelaanvaller bedoel ik. Dat gaan we dus gewoon even accepteren. En Gent heeft interesse in Vlekken. Maar die kunnen we niet echt gaan missen dit seizoen. Dus dat gaan we niet doen. Oh, ze hebben er ook iemand bijgeboden. Een verdedigend middenvelder, Owusu. Maar nee. En dan nu Willem II staat 18e. Dat betekent dat we dit gewoon gaan simuleren met het wisselteam. En weet je wat? Ik ga Mikkelsen gewoon die kansen geven met het wisselteam. En helemaal tegen een ploegie als Willem II. Dat zou hij toch gewoon moeten kunnen pakken. Dit staat verder echt wel lekker. We hebben een mooi breed team. Ik wil alleen nog even gauw de wissels checken. Pardon. Laten we Bergwijn meenemen in plaats van João Pedro. Dat is prima. En wow. Zo vind ik het ook wel prima eigenlijk. Dolberg moet eigenlijk nog wel mee voor de spitspositie. Dat kunnen we doen in plaats van Gavi. En zo gaan we dit even laten staan. Waarom ook niet? Gaan we hiermee simmen. En het gesimuleerde resultaat wordt een 2-1 overwinning. Het is twee keer Iatare. Kijk, dat is toch wel even een mooi debuutje voor hem. En kijk, hij is meteen wel ook gewoon positief over ons. Want hij speelt bij ons ietsje anders dan hij is gewend. En hij zegt, hey manager, ik weet dat wij praten over de positie waarop je me laat spelen. Ik wilde gewoon zeggen dat ik bereid ben om te doen wat nodig is om ons succesvol te maken. Ik speel graag als rechtervleugelaanvaller als dat bij jouw plan hoort. Kijk, lekker man. Voor mij voldoe je. Dit is de goede instelling, Mootje. En er is nu een bericht van Manchester City. Of van onze zaakwaarnemer misschien wel. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar helaas is er geen overeenstemming gevonden met Manchester City over het bereiken van een prijs voor Lisandro Martinez. Ze vonden ons oorspronkelijke eisen sowieso te hoog en waren niet bereid verder te onderhandelen. Dan is dat pech. En dan nu hier de wedstrijd tegen Shakhtar op het programma. Deze gaan we dus zelf spelen. Maar voordat we de wedstrijd gaan spelen, gaan we natuurlijk naar de gebruikelijke pers. Hoe vind je het dat Anthony weg wilt, maar eerst prijzen wilt pakken? Heeft dat misschien invloed op het spel van Anthony? Nee, dit gaat absoluut geen invloed hebben op de plannen die we hebben voor Anthony. Ik vind juist een mooi iets dat hij aangeeft dat hij eerst prijzen wil pakken hier. Want in mijn ogen geeft dat ook aan dat hij niet per se weg wil. Anders had hij al lang gezegd van hey, bij de eerstvolgende buitenlandse club wil ik dat je me laat gaan, want ik wil je weg. Maar hij wil je gewoon daadwerkelijk even iets moois neerzetten. Een mooi prijsje pakken. Successen boeken voordat hij gaat. En dan kan ik alleen maar waarderen in voetballers zoals Anthony. Dus nee, plannen voor hem of in het spel van Anthony zullen dat echt niet beïnvloeden. En ik hoop dat hij lekker doorgaat waar hij mee bezig is. Nu Brobbey en Dolberg allebei bij de club zijn gekomen, is het niet een idee om dat met twee spitsen te gaan spelen, zodat er genoeg speeltijd is voor allebei de spelers? Ik snap wat je bedoelt, maar nee, ook die plannen hebben we niet. We hebben nu inderdaad twee best wel goede spitsen nu. Brobbey, Dolberg. Waarvan Brobbey nog wel even wat vroeg in zijn carrière zit in vergelijking met Dolberg. Maar nee, want als we dat zouden doen, dan zou onze diepte op de spitspositie, dat we nu lekker kunnen wisselen met twee van zulke toppers, zou dan gewoon in één klap verdwijnen eigenlijk. Dus dat gaan we niet doen. We gaan niet onze diepte en onze wisselbezetting op die spitspositie opgeven. Om ze beide tegelijk te kunnen opstellen. Want stel, er zou maar één van die twee op dat moment dan uitvallen. Dan hebben we geen echte spits meer daarachter staan. En dat zie ik zelf gewoon niet zitten. Er is een gerucht dat Feyenoord gaat proberen om de volgende transferperiode jullie beste spelers te kopen om jullie te verzwakken. Wat vindt u daarvan? Echt, joh. Feyenoord wil onze beste spelers gaan wegkopen hier. Nou, gaat Feyenoord niet lukken. Onze beste spelers hebben niet de interesse om naar Feyenoord te gaan. We hebben het al gezien, basisspelers van hier, die hebben niet vaak überhaupt de interesse om naar Feyenoord te gaan. Andersom is dat natuurlijk wel eens anders het geval. We hebben het gezien bij Berghuis, dat was gewoon hun aanvoerder, hun captain. Hun beste speler. En die hebben wij gewoon even overgenomen. Vermeer ging toen die tijd misschien wel naar Feyenoord toe. Maar dat was eigenlijk ook maar gewoon de backup keeper achter Sillissen. Die ging daarheen voor meer speeltijd. Nee, onze beste spelers die blijven graag hier. Die hoeven niet naar Feyenoord. Want die zien zelf ook wel dat er hier veel betere doorgroeimogelijkheden zijn.
spreken we nu niet van kapitaalvernietiging, omdat er zoveel aanvallende opties zijn? Kunnen we eigenlijk nu nog geen antwoord op geven? Want ja, ze zijn natuurlijk net, het is nu net op dit moment zo druk geworden op de aanvallende posities. Maar als het aan mij ligt niet, ik heb wel een plan in mijn hoofd om iedereen gewoon hun speeltijd toe te geven. En ik zie het gewoon zelf voor hun als een onderlinge competitieve strijd om te bewijzen wie er in de basis moet gaan starten. En ik hoop vooral dat ze daardoor elkaar erg scherp houden en in elkaar iedere keer weer het beste naar boven willen halen, om maar even zo te zeggen. We zullen zien hoe dat gaat lopen, maar nee, ik zie het niet zozeer als kapitaalvernietiging op dit moment. Is Ihattaren een tijdelijke speler of wordt dit een cruciale Ajax-iet? Nou, Ihattaren is hier natuurlijk gekomen om zijn carrière weer op de rit te krijgen. Hij heeft een wat mindere periode achter de rug in Italië en daarvoor bij PSV. Zijn laatste jaartje ging ook niet echt lekker. Hij is nu weer terug in Nederland bij ons, omdat wij hem de kans willen geven om zijn carrière weer op de rit te bouwen. En er van hemzelf te maken wie hij kan zijn. En wij zien nog steeds de enorme potentie in hem die hij ooit al op het veld heeft laten zien in een periode. Het is nu aan Ihattaren zelf om er gewoon zoveel mogelijk van te gaan maken. En als hij zichzelf ziet als een lange cruciale speler, dan moet hij zichzelf eerst op die manier bewijzen dat wij hem ook zo gaan zien. Dus met qua prestaties op het veld bedoel ik dan. En ja, wij kunnen zijn gedachten niet beïnvloeden of zijn toekomstplannen. Wie weet komt er ooit als het uitpakt weer een grote mooie club voor hem. En wie weet zegt hij tegen die tijd van ja, dit is misschien ook wel een soort van droom die uit kan komen. En gaat hij alsnog. Het zou mooi zijn als de cruciale speler wordt, tuurlijk. Maar laten we nu die net pas hier is, niet te veel over zijn toekomst gaan praten. Gaat Ajax het weer verschoppen in de Champions League, net zoals vorig jaar? Nou, we hopen natuurlijk van wel. En wat betreft daarmee verleggen we ook altijd onze doelstelling. We hebben vorig jaar hadden we de doelstelling kwartfinale op zijn minst te halen. We haalden de halve finale en vlogen daaruit. Nu willen we dit jaar, is ons doelstelling op zijn minst, dus die halve finale gaan halen. Daar willen we een gooi naar doen. Is een hele moeilijke doelstelling, maar goed, als je het zelf niet je eigen grenzen verlegt om jezelf te verbeteren, dan zal dat ook niet gauw gebeuren, vind ik altijd. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we weer ver kunnen komen in de Champions League. Dus ja, laten we het hopen dat dat ook gaat gebeuren. Dat was het voor nu. Ik bedank jullie allemaal voor de vragen en tot de volgende. Gaan we dan, Shakhtar, we spelen in de arena. We gaan gewoon direct naar de aftrap toe. Groepsfase is allemaal niet zo bijzonder. Dolberg staat klaar om de wedstrijd te starten. En hij heeft dat nu zojuist gedaan. Hier is Gravenberg, die verovert daar goed de bal. Dolberg, tik hem door. Berghuis hier. Berghuis is vertrokken. We moeten hem afleggen. Doen we ook. En oh, ho, ho, dat had Anthony wel moeten afmaken. Oké, ik zie daar ruimte voor Anthony. Anthony moet het afronden. Hier, prachtig. Gewoon even geplaatst schieten. En dan werk je hem langs de doelman het net in. Anthony is voor ons de man die ons op voorsprong brengt. 1-0, redelijk vroeg in de wedstrijd nog. Assistje voor, ik geloof, Dolberg of Berghuis. Berghuis. We hebben Dolberg, Bergwijn, Berghuis. Heel veel bergen hier. Maar goed, lekker man. In ieder geval hier Anthony met de 1-0 tegen Shakhtar. Hier komt Shakhtar op zoek naar een gelijkmaker. Die mogen we niet toestaan natuurlijk. Tot nu toe zitten we er goed op. Maar altijd als ik de tackle in ga zetten, dan pasen ze net toevallig weer weg. Kijk hier weer, precies op die seconde. Schot, goede redding van Mikkelsen ben ik nog aan het keepen. Dat hak ik nog niet eens door. Boepsie. Nou ja, echte test voor hem nu dan. Goede redding daar ook van Mikkelsen. Shakhtar met een hoekschop hier. En dat koppen we gelukkig weg. En we zien wat we hier kunnen doen. We zien Dolbergje daarbij. Dolbergje, kop hem. Wie was dat? Oeh. Oh, hier is Shakhtar. Lekker struik. Goed ertussen. Countertje opzetten. Deze ploeg, dit Shakhtar, is heel erg zwak tegen counters. Kijk, daar gaat Anthony. Daar gaat Anthony. Brop hem erin, dat bedoel ik. En dat is de tweede deze wedstrijd. 2-0 via Anthony. En dit is denk ik dan wel veilig dat deze wedstrijd, dat we de 3 punten gaan binnenslepen. Eerste groepswedstrijd van de Champions League. Beginnen met een overwinning is altijd, altijd heel erg fijn. Wat een counter. Dit Shakhtar is zwak tegen counters.
Eerste wissel aan mijn kant. Dolberg gaat eraf voor Brobbey. Nou, wij weer met een aanvalletje. Bergwijn met de voorzet. Kon Anthony niet bereiken. Bakker er goed tussen. Moeten we zelf weer iets gaan opzetten. Geven mee daar naar Gravenberg. Ik wou zeggen. Nu hebben we opties. Ik zie daar Mazraoui gaan. Mazraoui moet hem nou voorzetten. Oh, dat is helemaal open Anthony. Maar die kopt hem over. Nou, Gravenberg komt eraf. Dat is onze captain. Daarom zien we direct Klaassen erop komen met een nieuw bandje. Jezus, wat zijn ze nou allemaal domme hakjes aan het doen. Traoré. Oh, wauw. En wanneer ik zeg domme hakjes, weten ze zoiets af te ronden. Het is toch soms ook echt een feestje in FIFA. Mooi schot wel. Mooi doelpunt. Maar echt weer zo'n onverwachte situatie. Dit keer geen lompe situatie. Ik bedoel, het is verder... Kunnen we er echt weinig over zeggen. En je ziet maar weinig van de hakjes die ze hebben uitgevoerd. Maar het waren er echt veel. In de herhaling zien we er maar één of twee. Maar het waren echt gewoon een stuk of vijf die ik in die opbouw zag. Oh, maar wel mooi doelpunt Traoré tegen zijn oude club. Shakhtar. Misschien nog op zoek naar een gelijkmaker. We mogen dit niet weggeven, ben ik. Goed. Goed van Berghuis. En de scheidsfluit af. Zo hebben we toch de overwinning binnen. 2-1 op Shakhtar. Na die wedstrijd zien we hier Tadic die een ontwikkelingsplan naar Cam heeft voltooid. Ik had gehoord dat hier in zijn algemeen toch nog omhoog kan gaan. Geen idee of dat bij ons nog gaat gebeuren, want ik voer dit een beetje laat uit. Maar in het eerste seizoen schijn je daar in zijn algemeen mee op te kunnen pompen. En oké, hij is 1 omhoog. Dat is echt de hoofdzakelijke reden dat ik dit doe. Hij gaat niet per se nu vast alleen maar op Cam spelen. Hij zou nog steeds ook gewoon op linksbuiten kunnen invallen. En eigenlijk overal aan de aanval zo'n beetje. Maar ja, zoals ik al zei, dit was puur voor zijn algemeen. Nog iemand met een voltooid ontwikkelingsplan is Ihattaren, rechtervleugelaanvaller. En ik hoop ook dat hij hiermee groeit. Nee, dat dan weer niet. En El Ghazi heb ik van rechteraanvaller omgezet naar links. Misschien gaat hij iets omhoog. Nee, ook niet. En oh, zijn trainingen duren allemaal wel heel erg lang. Dus we laten wel gebalanceerd. Dan zien we na die wedstrijd van net tegen Shakhtar hier ook een bericht. Van Hanegem is boos naar hoe wij voor de wedstrijd hebben gesproken over Feyenoord. Hij hoopt dat in de volgende ontmoeting Feyenoord ons op onze plek zet. Van Hanegem, rustig jongen. Denk aan je hart. Van Feyenoord gaat ons niet verslaan. Nee, nooit. Dan hier... SC Heerenveen vierde. En het is een uitwedstrijd. En Dortmund is ook uit. Ik ga toch maar even deze tegen Heerenveen spelen. Misschien dat ik de eerste tegen Dortmund ga simmen. Kijk hoe dat loopt. Want in de Champions League kunnen we natuurlijk wel gewoon even wat langer. Of wat, hebben wat meer kansen om de zaak recht te trekken. En in de competitie is dat wat minder. Dus we gaan dat eens zo proberen. Ik ga deze tegen Heerenveen spelen. Met mijn wisselteam. Ik ga Vlekken wel weer even in de basis zetten. Maar Mikkelsen mag met het wisselteam gaan keepen tegen Heerenveen. Die heeft het goed gedaan tot dusver. Ook in die wedstrijd net weer had er een goede redding in. Dus ik ben wel tevreden over Mikkelsen. Nou, daar gaan we dan. We spelen uit tegen Heerenveen. Brobbey mag de aftrap nemen. We zijn begonnen. Wow, wat een diepe bal is dat. Oh, maar er wordt ook gewoon ver naast geschopt. Schuurs krijgt nu al een gele kaart. Kudus. Pasen maar naar Tadic. Ik ben benieuwd, kan Brobbey koppen? Ja, dat kan die zeker. Maar ook de doelman had hier een goede redding. Nou, nog een keer. Klaassen, hoekschop. Brobbey kopt, maar dat is naast. Een balletje was bedoeld daar voor Tadic. We hebben nu wel het gelukje dat die bal belandt bij Ihattaren. Ihattaren, kijk wat hij kan. Kudus hier, die schiet keihard naast. Holy moly. Heerenveen op zoek naar een mogelijkheid. Eens kijken wat ze ermee van plan zijn te doen. Tot nu toe is het echt alleen maar tussen die drie spelers daar wordt er een beetje rondgetikt. En dan is hij weer bij hem. Nou gaan ze een keer de 16 in. Er is beweging en een schot en het zit erin. Holy fuck. Heerenveen met tiki-taka combinaties. Daar word je bang van. Net uitgespeeld. Je kan niks over zeggen. Je kan niet eens over klagen. Niks. Ik ben echt even van de mat gespeeld daar. 1-0 Heerenveen.
Jezus, daar gaan ze weer. Dit is echt niet gezond. Het komt allemaal maar aan. We komen nergens tussen. Oké, Mikkelsen. Dankjewel. Kom op, we moeten omschakelen. Omschakeling zo langzaam als stront. Daar gaat Kudus. Dit is een heel mooi balletje. Heel mooi balletje. Kom op. Oh, Tadić, wat een paas. Oeh, wat een paas. Die was perfect. Die was gewoon perfect. Echt. Dan kon hij beter en Kudus rond het hier dan gelukkig ook af. En zo zijn we terug in de wedstrijd. 1-1. Rens, kom op. Jij moet er even bij. Stik het terug. Oh, nou een voorzet. Dit is voor ons. Ja, kom op. Weg. Dank je. En dan kan de scheids nu affluiten voor rust. Hier is een kans voor Heerenveen. Echt out of nowhere. Vinden ze in één keer een steekbal gewoon. Bijna gewoon recht voor mijn doel. Het was gewoon helemaal de 16 in of zo. En geeft ze geen ruimte. Dank u. Oké, we hebben uitverdedigd. Oké, misschien hebben we opties. Kudus naar Iatare. Iatare zit daar. Brobby. 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 Ja, oké, hij zit wel. Oh, daar hebben we geluk. Daar hebben we geluk. Kunnen we niet om liegen. Hier hebben we heel, heel veel geluk. Dit had de keeper bijna kunnen hebben. Hij had hem ook gewoon bijna. Ik bedoel, kijk dan. Bam. En dan valt hij toch nog net het netje in. 2-1. Balde. Oh, lekker. Talentje wat we van Barça hebben over. Ik wou gewoon naar Klaassen. De man die ik daarna geselecteerd kreeg. En dit was echt onzin. Dit was echt onzin. Waar was de logica voor de game om mij naar een gedekte man te passen terwijl Klaassen naast hem staat? Ja, dit is een beetje mijn haat-liefde-verhouding wel met FIFA. Ik hou van de game dit jaar. Maar oh, wanneer... Ik heb heel veel last van passes die toch verkeerd gaan. Heb ik heel veel last van. Wie heeft daar nog meer ervaringen mee? Let me know. Verder mooi ingeschoten. Heerenveen met een gelijkmaker. Nou, hier is Iatare. Daar is Kudus. Kudus! Oh, meteen 3-2. Gekkenhuis. Hier in Friesland. En Kudus brengt ons meteen weer een voorsprong. Combinatiespel wat leidt naar de open man. En dan is het Kudus die hem inknalt. Dit keer Brobby met de assist. En kijk, dan lekker in één keer getikt hoor. 3-2. Hier is Heerenveen. Meteen op zoek naar een gelijkmaker. Please, komt het weg. Oh, Mikkelsen nu met de redding. Wisseltje aan mijn kant. Vertongen gaat eraf. Timber komt hem vervangen. Heerenveen. Gaat het een late gelijkmaker erin gooien? Gaat het stunten? De extra tijd is begonnen. En ze bouwen echt heel irritant op ook. Echt heel irritant. Nee. Oh, doelman, dankjewel. En de scheids fluit meteen af. Met de hakken over de sloot winnen we 2-3 van SC Heerenveen. Terug in het hoofdmenu. En zien wat er nog meer gaat gebeuren. Daar komt nu Cambuur, geloof ik, uit mijn hoofd zo. Keek even niet goed. Ja, Cambuur. En Cambuur gaat dus gesimuleerd worden. Hun staan achtste, wij staan gelijk eerste met Feyenoord. En Mikkelsen mag inderdaad gewoon op doel blijven. Hopelijk kunnen ze dit winnen zonder onze hulp. Het is een thuiswedstrijd, dus dan verwacht je toch al wel, ja, de 1-0 overwinning op positief resultaat. Gelukkig maar. En nu de eerste paar afleveringen speelde ik, van dit seizoen bedoel ik dan, speelde ik 3 wedstrijden. Om in ieder geval wel een beetje op een normaal tempo door de transferperiode heen te komen. Nou ga ik dus simmen. Mocht je zoiets hebben van, hey, 3 wedstrijden was eigenlijk best wel chill. Mag je misschien wel vaker doen. Misschien gewoon, I don't know, bijna altijd. Who knows? Ik roep maar wat. Laat het dan gerust gewoon nu even achter in de comments. Ik wil bijna zeggen competitie. Dan ga ik dat gewoon serieus overwegen. En wie weet gaan toekomstige afleveringen dan vaker 3 wedstrijden per aflevering krijgen. Voor nu gaan we dus simmen tegen Dortmund. Staan 4e. Laatste in de groep. Dan zou je bijna zeggen, dit is doable. Gaat het resultaat ook doable zijn? Nee, 3-1 verloren. Ik denk niet dat ik dit moet doen. De Champions League simmen. Dit is gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Moeten we niet vaker doen, denk ik. Misschien moeten we toch 3 wedstrijden per aflevering doen wat betreft Champions League.
Maar goed, hoge verwachtingen bij debuut Milik. Oh, speelt Milik met Dortmund? Dat wist ik niet. En dan zijn we in een nieuwe maand. En een nieuwe maand betekent einde aflevering. Goh, wat een feest. We houden Feyenoord bij, wat weer voor een sterk seizoen gaat, zo te zien. 8 wedstrijden, 22 punten, samen met ons. PSV wat verder erachterop, nu al. Maar goed, het is nog begin van het seizoen, kunnen we eigenlijk nog geen conclusies uithalen. Vonden jullie dit een leuke video? Alsjeblieft, like dan even en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. Ik zou het in ieder geval zeer waarderen. Laat jullie persvragen achter en allerlei andere comments wat jullie ook maar willen. Alles is welkom wat dat betreft. Onder in de reacties. Hou er alleen wel rekening mee. Nu de transferperiode voorbij is, heeft het niet veel zin en is het ook niet erg logisch om constant alleen maar achter te laten. Deze voetballer is gespot in Amsterdam of die voetballer is gespot in de arena. Als ik ze allemaal had uitgekozen wat ik bij zag komen, hadden we 3/4 van de voetbalwereld al op bezoek gehad in Amsterdam. Is ook niet geheel realistisch. Dus probeer wat meer variatie erin te krijgen als het lukt. En anders moet ik even kijken. Dan wordt het misschien iets minder vragen per sessie. In plaats van de 6, 7, 8 wat ik nou doe. Maar hou daar rekening mee. Wil je storylines delen, suggereren? Join dan de Discord. Linkje in de beschrijving. En verder zou ik zeggen, als je nieuw bent, abonneer hier en als je meer wilt zien. Klik op dat belletje om de notificaties aan te zetten. En ik check jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Laters.